En wat heeft dat tinnitus oplossen met jou gebracht? Wat heeft het jou gebracht? Rust. Veel rust. Dat je s'avonds rustig kan gaan slapen en dat je die fluit dan weg bent. Ik had het dus vroeger echt dat ik s'nachts wakker werd. En dat ik dacht van waarom word ik nu wakker? En dat was die fluittoon. En dan begin je daaraan naar te luisteren en wordt het alleen maar erger. Maar nu heb ik daar geen last meer van. Ik denk, oh, hoe zou het toch met hem gaan? En nou komt Miranda erbij en denk je, oh, daar loop jij. Ik denk, nou, dan ga ik het gewoon eens even vragen. Ja, met mij gaat het goed. Ik heb er eigenlijk geen last meer van gehad. Behalve nu zit ik in een heel zwaar project. En ik heb al ondervonden, als de stress te veel wordt, ja, dan krijg ik terug een beetje oorsuizingen, maar, sorry, maar niet zoals vroeger, waar ik dan echt fluittonen had. Dat heb ik niet meer. Dus daar ben ik echt wel vanaf. En als het dan terug wat rustiger wordt, en ik kan wel rustig in de zetel gaan zitten, of, dan gaat dat terug voorbij. En als ik eraan denk, hè, bijvoorbeeld als ik ga slapen of ik heb er dan nog een beetje last van, dan werk ik het gewoon zelf weg. En hoe doe je dat? Moet ik zeggen, dat is moeilijk om te zeggen. Het gaat niet aan de hand van het denken, aan de hand van een of andere voorstelling, van een radioknop of zo, dat niet. Maar ik ben nu zover dat ik het gewoon kan stilaan uitblokken op een of andere manier. Dus ik kan het stil maken. Je En hebt de dat. regie, je hebt de regie erover. Ja, ik heb het eigenlijk gewoon in de hand. Maar natuurlijk, als je tijdens de dag, als je aan het werken bent, dan heb je er allemaal geen tijd voor. En dan durft het al eens terug de kop opsteken. Maar als je dan er tijd voor hebt, dan kan je dat wel. Maar ja, ik doe zo ook dingen met mezelf. Hè. Bijvoorbeeld, ik had onlangs last van hoge bloeddruk. En dan was ik naar de huisarts geweest, omdat het echt te veel was. Ik had 17-11 en dat is veel te veel. In Nederland geven jullie daar andere waarden aan, dat weet ik van mijn collega's. Maar, dus dat is gewoon veel te veel. En dan de huisarts die sprak, die schreef mij dan beta-blokkers voor. Maar dan heb ik. Ik heb mezelf die ooit de technicus van hartsynchronisatie aangeleerd. En dan haal je dat zo naar beneden en je kan het gewoon zelf naar beneden halen. Hè. Dus Ja, en, ja. ja, dan zit ik terug op 12,7, 12,8 en dat is dan goed. En dan zit je binnen de limieten. Maar het gaat er Oh. gewoon om jezelf onder controle te krijgen. Daar komt het op aan. De regie weer te krijgen over je eigen processen. Ja, datgene wat in je lichaam speelt. En dat zijn dan de elektrochemische processen in je lichaam, de echte emoties, hè. De signalen die in je lichaam ronddraaien, dat je daar wat sturing over neemt en dat je beseft dat je dat echt wel kan. En dat lukt Ja. gewoon, ja. En wat heeft dat tinnitus oplossen met jou gebracht? Wat heeft het jou gebracht? Rust. Veel rust. Dat je s'avonds rustig kan gaan slapen en dat je die fluittoon weg bent. Ik had het dus vroeger echt dat ik s'nachts wakker werd. En dat ik dacht van waarom word ik nu wakker? En dat was die fluittoon. En dan begin je daaraan naar te luisteren en wordt het alleen maar erger. Maar nu heb ik daar geen last meer van. En behalve als ik dan in het midden van de nacht wakker word en ik krijg dan ook zo'n beetje dat. Maar dat is geen fluittoon meer, dat is eerder een licht gesuis. Dan kan ik dat vrij snel wegblokken. Ja, Dat ja, duurt dan een ja. paar minuten en dan is dat terug weg. Het is Oké. onder Okay. controle te houden. Hè? Maar natuurlijk, als je mensen terug in de stresssituatie brengt, dan is dat niet onlogisch dat je terug dergelijke dingen meemaakt. Hè? Ja, Maar ja. het gaat goed, dus ik weet niet, hebben jullie nog andere mensen gehad met tinnitus die jullie geholpen hebben? Ja, verschillende, maar er is nu natuurlijk ook vraag naar, heeft het nog geholpen na die tijd? En daar zijn heel veel vragen altijd over. En daar kan ik eigenlijk nooit antwoord op geven. Maar ik denk van nou, ik zie je nu, dus laat ik het gelijk eens even vragen. Nee. Ja. Ja, En maar als dat, ja. ik denk dat het voor iedereen wat anders is. Het gaat er gewoon om hoe dat je er zelf mee omgaat. Maar je moet in die dingen durven geloven, hè? En voor mij is het heel simpel. Als het werkt, dan geloof ik daarin. Ja. Dus, en je past dat gewoon toe. Dus. En wat heeft er gewerkt bij die matrixmethode met jou?
Die, ja, datgene wat, dus mijn matrix heb ik geleerd om dat signaal te herkennen en om daar iets mee te doen. En dat was voor mij belangrijk, dat je daar iets kan mee doen. Dat je dat niet hoeft te ondergaan. En ik vond dat toen, eerlijk gezegd, ik heb het al verschillende keren verteld tegen mensen, ik vond dat toen echt wel spectaculair, want ik liep al jaren met die fluit dan rond. Ik zat dan buiten te wachten omdat mijn vrouw dat die, haar test moest afleggen. Jij kwam eraan. Je zegt, ja, wel, ik dacht, ja, die niet dus. Hè. Dat is het enige dat ik kon bedenken, want voor de rest had ik niet echt grote issues. En ik herinner mij dan nog goed dat er op een paar minuten tijd dat die fluittoon enorm was geminderd. En totdat we moesten binnengaan, dan had ik nog zo, ja, in het begin was het bij mij 10 en dan was het nog, ja, 2, 3. Gevoelswaarde. En dan die dame die het dan met mij verder gedaan heeft, jij bent erop komen bijzitten, dan ging het al een stuk naar beneden. Dan was het nog zo 1, 1,5, dan zweefde het een beetje. En dan was het eigenlijk heel draaglijk voor mijzelf. En dan zanderdag zaten we hier buiten. Het was heel rustig op het terras. Je hoorde hier niets. Er waren zelfs geen vogels aan het fluiten. En ik hoorde toen nog die hele lichte toon. En toen zei ik tegen Miranda, ik zeg maar, je hebt een diploma nu toch? Dan kan jij mij daar toch ook vanaf? Ja, dat zal ik dan eens proberen. En dan is ze daar een paar minuten met mij bezig geweest. Hè? En we hebben dat dan gewoon gedaan. En dan na een paar minuten heb ik haar gezegd, zeg maar, zwijg nu eens even. Want ik hoor niks meer. En toen was het ook echt helemaal weg. En dat was voor mij, was dat dan is het achteraf wel eens een keer teruggekomen, maar heel lichtjes. En dan ging dat terug weg. En zo heeft dat een tijdje. Ja, de honden voelen dat mijn dochter eraan komt. Maar zo heeft dat een tijdje. Je eigen regie. Wat blieft? Je eigen regie, hoe mooi is dat? Ja, je moet er leren mee omgaan. Je moet het leren sturen. Je eigen regie, zoals dat je zegt. Je moet het. Je lichaam leren controleren. En ik heb jou toen ook verteld dat ik met neurologie bezig was en met die dingen allemaal. Ja. Ik ben er nog altijd mee bezig. Ik ben nog altijd verder aan het gaan. Voor mij is er nu heel veel duidelijk geworden in de laatste jaren. Mooi. Maar eigenlijk gaat het gewoon over elektrochemische signalen in je lichaam die je moet leren controleren. Oh, ik wil nog een keertje met je over babbelen als je dat goed vindt. Geen enkel probleem. Ja. Er zitten nu vier mensen te wachten op mij. Ah, ja, ja. Nee, maar dan ga ik jou laten. Want, nee, dan sluit ik deze opname even af, zeg maar. Maar mogen we dit gebruiken ook nog? Als ja, tuurlijk. Het andere, ja? Tuurlijk, ik heb er geen enkel probleem mee. Super, dankjewel. Wat was jouw voornaam ook weer? Johan. Johan, oké. Okay. Ik sluit deze opname even af. Ja, doe rustig. Dan ga ik deze. Ik zal mijn vrouw terugroepen, want die is even de honden rustig. Oké, okay, ja, tot later. Heel goed. Dankjewel, hè. Dag. Ja.